Goeiedag, ik ben Jan Peumans en ik ben Peter van het boek Aankomen in Avignon van Daniel Robrechts. Ik heb eigenlijk toch wel een beetje een speciale band met dat boek. Het heeft te maken met het verleden. En eigenlijk belangrijk, door mijn financiële steun kan men dat boek ofwel inlezen, ofwel kan men dat boek omzetten in brailleschrift. Waarom is dat belangrijk? Omdat er spijtig genoeg mensen zijn die slechtziende zijn, die blind zijn, die dyslexie hebben, die afasie of MS hebben en die niet in staat zijn om een boek normaal, zoals wij het kunnen lezen. Dus bij deze doe ik toch een oproep tot u, word ook beter of meter van een boek. En daarvoor kunt u eigenlijk surfen naar www.luisterpuntbibliotheek.be, waar u alle informatie vindt en ook een speciaal nummer waar u kan bellen. Dank u wel.